Hoi allemaal en welkom bij mijn eerste video ooit. Ik heb vandaag een shoplog voor jullie. Ik heb best wel wat spulletjes geshopt voor mezelf en voor Morris eigenlijk ook. Voor mezelf omdat ik letterlijk gewoon niks meer had om aan te trekken. Vorige keer was ik natuurlijk zwanger in de winter en in het voorjaar. En precies toen het warm werd was Morris er al. Dus ik had gewoon echt letterlijk niks om aan te trekken waar die buik in paste. Dus ik heb wat spulletjes voor mezelf gekocht bij de H&M en bij de Zara. Ja, bij de Zara. En ik mocht weer wat spulletjes uitzoeken bij Noppies. En voor Morrisje heb ik geshopt bij de Zara ook. Bij de Hennes, Noppies dan. En wat spulletjes bij Zacht. Dus ik dacht, ik ga jullie in videovorm laten zien. Ik wilde eigenlijk weer een gewone shoplog doen zoals ik ze altijd. Zoals ik ze wel eens eerder heb gedaan. Gewoon met fotootjes. Maar ik dacht, nou ja. Eentje moet de eerste keer zijn. We moeten het toch leren. Dus, op video vandaag. Vergeet het me als het nog niet helemaal perfect is. Maar... nou ja, ik ga jullie laten zien wat ik gekocht heb. Ik denk dat ik begin met de spulletjes voor Morris. Die liggen dichtbij. Kijk, bij de Zara kocht ik dit spijkershortje voor hem. Beetje stoer. En deze kocht ik in een maat 80, want die broekjes van de Zara in 80 zijn echt nog meer dan groot genoeg. Terwijl eigenlijk vind ik het best wel klein vallen, maar hij zit nu zo tussen de 74 en de 80 in. Dus... deze. En deze was 17 euro. 16,95. Dan kocht ik deze polo. Gewoon een simpele, simpele donkerblauwe. Dit zijn die basic polootjes van de Zara. Die kosten 5 euro. En Morris heeft ze al in het wit en in het beige gemêleerd. Maar ik vond die donkerblauwe ook wel heel leuk. Die was dus 5 euro. Kocht ik die ook in deze kleur. Ja, ja jongens, we kopen wel eens iets in kleur. Zo'n felgele, ook heel leuk. Vooral voor vakantie zometeen. En deze, hier ben ik ook echt erg van. Een soort van, ja wat is het? Blauw, lichtblauw kleurtje. Alle drie 5 euro dus die. Dan bij de Hennes kocht ik voor hem... dit korte broekje. Ik heb via iemand die mijn site leest, heel leuk, Anne, heb ik best wel wat spulletjes overgenomen van haar zoontje. Zomerspulletjes. Ik dacht, nou weet je, altijd makkelijk om wat extra te hebben. Maar ik had dus nog zelf eigenlijk niks voor de zomer van Morris gekocht. Dus nou ja, om dan toch wat nieuwe dingetjes bij te hebben, vond ik wel heel leuk. Dus dit beige shortje, ja, jullie weten inmiddels, we houden van een beetje dat nette... steltje, dus dit soort broekjes, polootjes. Dit is ook een maat 80 en ik geloof dat deze broekjes afgeprijsd waren van 7 voor 5 of zo toen ik ze. Zeg ik dat goed? Of van 9 voor 7, nou, ergens rond die koers in ieder geval. Dan dit printje. Heel leuk. Ik hou van die ankertjes. Ook een maatje 80. Dan kocht ik ook nog wat 2 geloof ik. Nee, deze klopt niet. Deze twee. Kocht ik ook nog 2 beetje basic shirtjes. Want hij draagt heel veel polo's. Omdat we, ik hou van kraagjes. Maar dit soort shirtjes zijn ook lekker voor gewoon makkelijk en thuis even aan te schieten. En het staat ook weer heel leuk op die broekjes zo. Dus deze dan ook van de Hennes. Die kostte 5 euro. 5 euro geloof ik. En deze vond ik ook heel leuk. Zo'n omslagje hier. Ook fan van. Dan waren vrienden van ons op vakantie naar Amerika. Op vakantie, ja, een soort vakantie. En ik had van tevoren al gezegd, als je nou bij Hilfiger of Ralph Lauren komt, dan moet je maar even kijken voor de jongens. Want het scheelt gewoon echt heel veel geld daar of hier. En dat hebben ze gedaan, echt heel leuk. Dus die hadden dit shirt voor Morris. Gewoon een streep, verrassend. Heel leuk. Dan voor Morrisje nog deze polo. Die grijze. En die kostte daar 15. Deze kostte 15 dollar. En hier zitten ze rond de 40 euro geloof ik. Dus dat is best wel een verschilletje. En ook een... weer iets om te onthouden. Geluid uit als je een filmpje opneemt. Oké, dan deze donkerblauwe. En
voor de baby's. Het is trouwens deze polootjes van Polo zijn 18 maanden. Dus dat is zeg maar, wat is dat? 86 denk ik. Dus die zijn ietsje groter dan die van de Zara. Dus dat is op zich wel fijn. Dan is het niet allemaal zeg maar hetzelfde maatje. Dan voor de baby dit pakje. En ik vond die pakjes in mijn zwangerschap van, niet in mijn zwangerschap. Toen Morris eenmaal was, vond ik die ook echt mega chill. Omdat je die aan de onderkant open kon maken. Dat scheelt zo lekker met aan- en uitkleden. Dus die, echt super leuk. En die was $15 ook. En deze. En deze heb ik in Nederland al heel vaak gezien. En ook al heel vaak heel leuk gevonden. Maar nou ja, ik vind vooral als ze zo klein zijn, een pakje van 50 of 60 euro best wel gortig. En deze was ook $15. Echt, love deze. Dan deed ik een kleine, best wel kleine bestelling bij Zacht. Ik zag dat ze sale hadden. En jullie weten, ik ben eigenlijk niet zo'n heel groot fan, omdat ik de kwaliteit niet altijd hier van het vind. Zeg maar vooral in vergelijking met bijvoorbeeld Noppies en die andere merken die we veel, die we wel hebben. Maar ik zag een paar dingetjes die ik echt heel leuk vond. Dus ik dacht, nou, ik geef het gewoon weer een kans. Dit pakje. Boxpakje ook. En dit is een maat 50. En ik had voor Morris ook zo'nzelfde pakje. Maar dan in het wit met die zwarte ruitjesprint, zeg maar. Die hebben jullie vast voorbij zien komen. En dat had ik toen ook een 50. Maar die heeft hij echt heel lang aangekund. Dus ik dacht, nou, op de gok doen we deze ook weer een 50. Vind ik echt heel leuk. En die was geloof ik afgeprijsd. Nou, ik durf het eigenlijk niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Denk 15 euro of zo. Nee, dat is niet waar. 10 euro denk ik. Iets meer dan 10 euro. Dan dit truitje. Ook voor de baby. Vond ik ook heel leuk. Is een maatje 68. Dus die zal die zo rond de jaarwisseling denk ik ergens aan kunnen. En deze was nou ook een tientje of ergens rond die koers. En dan voor Morris deze. Voor straks het najaar. Zwart met een witte print. En dan in 86. En deze vond ik echt heel leuk. Op een grijze skinny en dan met witte sneakers of zo eronder. Helemaal leuk. Nou dan, oh, bij de Hennis. Bij de Hennis had ik ook nog deze. Kwelslapjes of zeverslapjes of spuugslapjes. Nou ja, wij zweren erbij. Want Mos heeft nu weer drie. Deze ook nog. Er zat ook nog een donkerblauwe bij. Hij heeft echt drie doorkomende tanden op het moment. Dus het is, nou ja, als ik die dingen niet aan doe, kan ik ieder uur een ander shirt pakken. Dus ik vind het ideaal. Even kijken, dan had ik nog bij de Hennis deze. Die vergat ik net. Deze onesie. Dit is een maat 80, maar die is echt mega groot. Dus die gaat hier voorlopig nog niet passen. Maar nou ja, straks een beetje in de nazomer, denk ik. Nou, dan de dingetjes die ik bij Noppies heb uitgezocht dit keer. Ik had deze, die hebben jullie heel voorbij zien komen op Instagram. En deze is ideaal, want hier zit gewoon een shirt onder, een t-shirt. Dus een wit t-shirt met een zwart streepje of een donkerblauw streepje. Ik ben niet zo heel goed met zwart en donkerblauw. Ik denk donkerblauw. Zwart met donkerblauw en dan een shirt met lange mouwen voor eroverheen. Superleuk, 2 voor 1 is die zeg maar. Dan dit shirtje, gewoon een lekker basic shirt. En die shirtjes van Noppies die vallen heel mooi smal. Dan dit shirtje en deze had ik dan op dit broekje. Die vind ik echt heel leuk. Want ik koop natuurlijk nu vooral korte broekjes. Want hij heeft nou eigenlijk alleen maar korte broekjes aan als het een beetje kan. Of een spijkerbroekje, maar zo'n lekker jogging broekje wat altijd kan is ook gewoon heel fijn om te hebben. Deze vind ik echt mega leuk. Met van die paspelzakjes achterop. Ja, echt een top ding. En dan had hij nog dit vestje. Ook in hetzelfde printje met die, ik heb geen idee, ik denk walvisjes. Ja, walvisjes, wat denken jullie? Ik denk dat het walvisjes zijn. Die vond ik ook heel leuk. En dan hier zo op de capuchon. Noppies.
Die is fijn, ook voor dadelijk op vakantie. Als het dan een beetje afkoelt, dat hij iets heeft voor erover aan te schieten. Dan brachten Jochem en Charlotte uit Amerika ook deze mee. Witte leren All-Stars, maar deze zijn in maat 23 geloof ik. En ze vallen best wel groot. Dus deze kan hij denk ik, wat zal het zijn, eind van het jaar. Of misschien zelfs volgend jaar in het voorjaar. Kan hij die aan. Want ze brachten ook de echte traditionele, zeg maar, Converse'jes mee. Ik vind ze echt zo leuk. Maar deze zijn in maat, wat is het, 21? In maat 21 en hij, nee, in maat 22. Dit is maat 22 en in maat glitterband 23. Maar hij draagt nu, zeg maar, normaal van schoenen 21. Dus dacht, nou, dan koop ik ze een beetje op de groei. Maar omdat ze dus groter vallen, zijn ze nog best wel behoorlijk op de groei. Dus voordat hij die aan kan, zijn we ook weer even verder. Maar ik vind ze wel echt heel erg leuk. Ik vind witte sneakers sowieso echt heel leuk voor die kinderen. Pas bij alles. Dan kocht ik zelf bij de Zara voor hem nog deze sandaaltjes. Met van die gespjes erop. En hierachter een glitterbandje. Van het cognackleurige leer. Kunnen bij alles. En hij kreeg van papa en mama deze. Van Kipling zijn die. Dus die zijn iets beter qua footbed, zeg maar. Oeh, kom maar eens. Ongelukje, denk ik. Deze sandaaltjes in het anthraciet. Nou, eigenlijk verder precies hetzelfde. Alleen deze hebben hierboven ook een gespje in plaats van glitterband. En ik kocht voor hem nog bij de Zara deze. Oh ja. Zo. Staat op Let's Play Until Sunset. Die vind ik echt heel leuk. En die kocht ik. Hij heeft natuurlijk nou die sandaaltjes. En hij heeft nog zijn leren, echt zijn goede schoentjes. Maar die leren zijn wel echt heel warm. En die sandaaltjes, ja, soms, weet je wel, is het net een beetje dat je denkt, wel of geen sandalen. Dus dan zijn deze gewoon makkelijk om even aan te schieten. Hij loopt er natuurlijk wel een stuk minder makkelijker op dan op die andere. Maar goed. Nou, dan voor mezelf. Allereerst ook deze. Onder het mom van met jongens, met Morris matchen, bestelde ik ze zelf ook. All-Stars, ik heb ze echt al heel vaak gehad. Maar op een gegeven moment zijn die dingen gewoon op en heb je weer nieuwe nodig. Of niet nodig, maar zijn nieuwe wel leuk. Nou, dan kocht ik voor mezelf. De prijzen van die schoenen heb ik niet gezegd trouwens. Ik geloof dat deze leren bij de Zara €25 waren, maar weet ik niet precies. 25, die van Kipling zijn er gekregen. Deze waren, ik denk, 18 euro. En die Converse's waren allebei $29. Dus dat is dan zo rond de 25, 26 euro of zo. Terwijl ze hier geloof ik rond de €40 zijn. Dus best wel een verschilletje ook. Nou, dan voor mezelf. Deed ik bij de H&M een bestelling. En bij de Zara kocht ik wat dingetjes in de winkel. Omdat ik dus inderdaad gewoon echt, gewoon letterlijk niks had waar ik nog in paste. Voor het warme weer. Ik heb wel die jurkjes van de Primark. De Primark, hoe je het wilt zeggen. Die jullie al heel vaak voorbij hebben zien komen in de buikfoto's. En die zijn ook echt heel fijn. Daar ben ik heel blij mee. Alleen, die zijn natuurlijk en hoogdicht. En ze hebben een mouw. En als het echt heel warm is, is daar gewoon te heet. Of nou ja, dan heb ik het gevoel dat ik opstijg. Dus dat is niet echt ideaal. Dus ik wilde nog een paar beetje luchtigere dingetjes. En een paar wat nettere jurkjes die op vakantie ook leuk zijn voor zaterdag. Als we gaan eten en voor andere gelegenheden, zeg maar. Maar goed, allereerst kocht ik dit ding bij de Hennes. En dit is niet per se eentje die de schoonheidsprijs wint. Maar dit is gewoon zo'n hele lekkere, zo'n folder ding. Voor over je bikini of voor als het echt heel heet is. Het leek me gewoon wel fijn om iets van dat te hebben. Weet je wel, als je geen zin hebt in iets wat heel strak zit. Dan kocht ik bij de Hennes, even kijken, korte broekjes. Want ja, korte broek gaat natuurlijk helemaal niet meer passen. Dus ik kocht een donkerblauwe chino met een korte buikband. Ja, gewoon een prima basic en wel fijn om te hebben. Want ik zeg maar, gewoon een korte broek ga ik natuurlijk van zo lang als leven niet passen nu. En om helemaal geen korte broeken te hebben, vind ik gewoon niet zo heel makkelijk. En ik kocht nog deze.
jeans korte broek. Spijkerbroekje. Ook heel leuk. Die had ik besteld in een 34. Want ik heb eigenlijk van alles, van alle kleren die hier liggen, 34. Maar die spijker was echt veel te klein. Die kwam tot ergens halverwege mijn billen, geloof ik. En ik kreeg van die benen in, weet je wel, van die rolladebenen. Zo strak en dan dat. Wil je niet. Dus, maatje groter ook besteld. 36 en die zit helemaal prima. En dat is ook weer met zo'n beetje kortere band. Maar is op zich wel lekker, want het is niet zo heel heet dan zo'n band die helemaal tot boven zit. Dus, nou ja. Ik denk dat ik daar wel op vakantie vooral ook wel plezier van ga hebben. Dan bij de H&M nog deze jurk. Kanten met zo aan de onderkant die rand, die vind ik echt heel mooi. Kantrandje. En dit is een voedingsjurk. Dus dat voorste ding, want dit ding zeg maar, kun je zo doen. En deze kocht ik omdat we volgende week een bruiloft hebben van de buren. En nou ja, om dan een beetje netjes voor de dag te komen vind ik wel heel leuk. En ik kon echt nergens iets vinden. En dit is wel gewoon ook netjes met een mooi donkerblauwe pumper onder. En dan ja, denk ik dat die leuk is. Dat was dus wel echt een mama jurk of een voedingsjurk. Die andere, dat vlotte ding, was gewoon van de reguliere collectie. Dan kocht ik van de reguliere collectie ook deze. Dat is een beetje zo'n overhemd blouse-achtige jurk. Vond ik ook heel leuk voor of over een bikini. Of voor met die donkerblauwe noppiesriemen over. En dan weer met een pump, zeg maar. Dan kan hij ook wel, of met een sandaal of met iets, dan kan hij ook wel wat netter. Die vond ik echt heel leuk. Ik vind die print echt super mooi. Die staat ook wel echt wel heel leuk. Die was dus ook van de normale collectie. En dat ik eigenlijk in een 36 besteld had. Ik dacht, dan valt die net iets groter. Maar die was dus weer te groot. Dus daar moest een 34 van. Want die is hier sowieso, zeg maar, ruim. Even zien. Oh ja. Ik was ook nog bij de Primark of de Primark. Ik ben er nog steeds niet uit wat het is. En daar kocht ik deze. Daar stelden jullie al vragen over. Die kocht ik eigenlijk omdat ik hem wilde om in te bevallen. Want tijdens mijn zwangerschap... Waarom zeg je ik is zwangerschap? Tijdens mijn bevalling van Morris had ik niks aan. En daar is op zich niks mis mee. Maar voor de foto's, nou ja, achteraf dacht ik, Michel had wel even iets aan kunnen schieten. En ik dacht, nou, zoiets als dit. Ik vind spraakgebrek. Ik vind zulke soort overhemden sowieso altijd lekker. En dit is helemaal katoen, dus ook echt super luchtig. Dus ik zag deze en dacht, nou, die is leuk om in te bevallen, maar nu vind ik hem ook gewoon leuk voor zo. Dus hier heeft hij een borduursel en hier op de heup zit er ook nog in. En ik geloof dat die 12 euro of zo was. En dan kocht ik bij de Primark ook deze. Dit is gewoon weer zo'n strak ding met echt heel veel rek. En die leek me ook wel lekker gewoon voor op vakantie en thuis. En die, eigenlijk is dit op zo'nzelfde soort zin als die ik zoveel heb met die mouwtjes. Maar dan gewoon iets luchtiger. Even kijken. Dan hebben we nog de Zara. Daar heb ik er drie. Heb ik er daar drie van? Ja. Ik denk het. Allereerst deze. Zo'n rode jurk. Strak, maar wel ook van dat fijne rekstof. En dan met zo'n strik bij je borst. En nou lijkt het heel spannend omdat je hier dat gat hebt. Maar dit sluit zeg maar boven aan je buik. En dit knoop je dan laag en dan zie je eigenlijk helemaal niks. Dus die vond ik heel leuk. En die was 20 euro. Ik geloof dat ik van de Hennis de prijs ook niet heb gezegd. Nou ja. Nee, van hen ben ik ze vergeten. Die staan ook niet op het kaartje trouwens. Als je online bestelt, staan die prijzen nu op die kaartjes. Dan moet je die bon erbij hebben en die heb ik niet. Maar goed, dan nog deze. Die kennen jullie ook van de buikfoto van vorige week of twee weken geleden. Die zwart-witte jurk met die froezels, zeg maar. Nou, die heb ik dus nou ook in het rood-wit besteld. Hele fijne jurk. Met heel veel rek ook erin. Maar wel nog een soort van stevig stof. Dat niet alles, zeg maar, gaat lubberen en eigen leven gaat leiden. En deze is 13 euro. En die hebben ze ook in het zwart, geloof ik, en in het rood. En het is dus geen zwangerschapsjurk. Dus die kan ook heel leuk zijn als je
geen dikke buik hebt. En dan kocht ik nog bij de Zara deze. Die vind ik ook heel mooi. Die is zeg maar zo half off shoulder, maar niet helemaal. En die is wel heel stevig, dus die zit dan zo. En ook tot de knie. Als ik zwanger ben, heb ik op een of andere manier altijd jurkjes sowieso tot de knie. Omdat ja, dan, het zit vaak al strak en dan als het dan ook nog kort zou zijn, dan... Ik weet niet, ik vind het voor mezelf dan net iets fijner zeg maar, als het iets langer is. En deze was €19,95. Die vind ik wel echt heel mooi. Die is een beetje netter en wel ook van dat hele fijne rekbare stof. Dus nou, die buik die past er voorlopig wel in. En ik heb hoop dat ik deze daarna ook gewoon kan dragen. Dan nog de spulletjes die ik bij Noppies bestelde deze maand. Allereerst deze. En hier ben ik echt helemaal gek op. Dit is een spijkerrok. En echt, ik denk dat 100 jaar geleden dat ik voor de laatste spijkerrok had. Maar ik zag deze en ik dacht, nou, kunnen het proberen. En aan is hij echt heel leuk. Ook met een wit of een streepje shirt erop. En dan All-Stars eronder bijvoorbeeld. Of juist met een blouseje en dan met hakken. Beetje netter. Echt heel leuk vond ik die. Die was... Die prijzen weet ik niet precies. Ik geloof iets van €60 of zo. De prijzen van Noppies zijn over het algemeen wel iets hoger. Maar de kwaliteit, ja, die is er natuurlijk ook naar. Dan deze, streepjes jurk. Ja, weer streepjes. Ik hou gewoon echt van streepjes. En deze is ook heel fijn. Deze hebben jullie ook al voorbij zien komen op Instagram. Dan nog dit jurkje. Ook een beetje een luchtigere. Die is net iets boven de knie, geloof ik. Maar wel, het zit niet loeistrak, dus wel gewoon wat netter. En die is dan ook weer heel leuk met die blauwe... riem hierboven, want Noppies valt niet heel klein, want XS van Noppies is bij mij wel af en toe best nog wel groot, zeg maar. Dus dan doe ik bijvoorbeeld met die riem hier zo in de taille of nou, dat ligt ook een beetje aan het model. Maar dan ziet het er alsnog wel heel mooi uit. Dus deze vind ik ook wel leuk. Die heeft ook zo'n soort, kijk, zo'n soort streepjes. Echt alleen maar streepjes, streepjesmotief. En dan... En dan tenslotte deze. Dit was een experimentje. Dit is een jumpsuit aan één stuk. En die zit van boven zo. En dan heeft hij gewoon lange pijpen. En ik heb nog nooit zo'n pak zeg maar gehad. Maar deze is zo lekker zacht. En echt, hij zit zo fijn. En het voordeel aan deze is, die kan je nu dragen. Die is nu heel leuk. Morgen is aan het spelen. Deze is nu heel leuk, maar straks na de zwangerschap kan die ook, want het is ook weer zo'n voedingsding, zeg maar. Dus die is denk ik ook straks nog heel leuk om te dragen. Buik past er nu ook in, maar dit is wel echt zo'n blijvertje die denk ik heel lang fijn blijft. En dan was het hem, geloof ik. Best een hele hoop, dus als jullie hem helemaal afgekeken hebben, chapeau. Maar wel allemaal hele fijne spulletjes voor ons allebei, voor Morris en mij. Gewoon voor nu met het mooie weer. En ook echt wel dingen die ik denk ik, of hoop ik, straks nog kan dragen als die buik er niet meer is, zeg maar. Volgend jaar weer gewoon. Dus ja, ik hoop dat jullie hem leuk vonden om te kijken, deze eerste shoplog. Ik moet er nog heel erg aan wennen dat ik niet continu naar mezelf kijk. Maar dat ik in het cameraatje kijk en nou ja, allemaal beginnersdingetjes. Maar goed, ik vond hem heel leuk. Ik vond hem heel leuk om op te nemen en ik hoop dat jullie hem leuk vonden om te zien. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal als je vaker dit soort video's wil zien. En natuurlijk een duimpje omhoog te doen als je hem leuk vond. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende weer.